De StudyChange Bank wil haar operaties in 2024 uitbreiden. Bankdirecteur Terence Gonesh zegt dat er voor 2024 veel in de planning staat voor de organisatie. Zo worden voorbereidingen getroffen voor de renovatie van het bankgebouw. Daarnaast kan de samenleving ook een rebrandingstraject van de StudyChange Bank verwachten. Wij gaan heel binnenkort een rebrandingstraject zichtbaar maken naar het grotere publiek. Omdat wij natuurlijk de entiteit, de bank, gaan herpositioneren in deze markt. En dat gaat een heel leuk traject worden, heel intensief traject is dat geweest de afgelopen jaren om dat voor te bereiden. Maar daar gaat u heel binnenkort meer over horen van ons. Gonesh zegt dat het nieuwe jaar veel kansen biedt. Niet alleen voor de bankinstelling, maar ook voor de totale gemeenschap. Hij roept daarom een ieder op om vertrouwen te blijven hebben en positieve instelling te hebben. Help elkaar en ondersteun elkaar waar het kan. En laten we vooral zorgen dat we onszelf positief en goed uitdragen. Nationaal, maar ook internationaal. En dat we de vruchten met z'n allen kunnen gaan plukken van de offers die gebracht zijn de afgelopen tijd. En ik denk dat daar ook een belangrijke rol niet alleen is weggelegd voor, laat maar zeggen, de overheid alleen. Maar dat we met z'n allen daar wat aan moeten gaan doen. En dat we vooral onze ondernemersgeest weer nieuw leven moeten inblazen. De StudyChange Bank-directeur benadrukt dat een ieder de schouders eronder moet zetten om Suriname verder te ontwikkelen.